werd de markt in 1960 parkeerplaats. En de wekelijkse markt op zaterdag voormiddag werd verplaatst naar het noorden van het Sint-Janskerk gelegen Waterlooplein. Deze naam heeft niets met Waterloo bij België te maken of bij Brussel, maar is afkomstig van Waterlopen. We gaan in gedachten 60 jaar terug en horen in het rustige plaatsje de bellenmand klepperen. Het is donderdag en vandaag is het visafslag. De belleman loopt straat in, straat uit, belt, blijft staan en roept met luide stem: vandaag om 3 uur visafslag. Voor een blik, bot en levende paling. Daar stappen huismoeders met haar kleuters, renteniers met hun tassen en netten naar het marktplein en scharen zich rond de visbanken, die een carré vormen om de grote visstapel. Daarachter staat de volvette afslager, die met zijn dirigeerstok telkens in neergeschud zooike onder de aandacht van de omstanders brengt. Alle ogen zijn dan op het zooike gericht, terwijl de sonore stem van de afslager klinkt: 60 cent, 59 cent, 58 cent, 57 cent, totdat er mijn geroepen wordt. Twee handige, rappe vrouwen, de mouwen van het bonte jak hoog opgestroopt, graaien de afgemijnde zooi in een mandje, rekenen af bij de koper en schudden de vis voor hem neer op de stenen bank. Als er visafslag was geweest, renden de jongens direct vanuit school naar de gemeentepomp. Want de meeste viskopers wasten aan die pomp hun handen en ook het visvuile wisselgeld, waardoor nogal eens 1 cent of 1/2 cent door de vingers glipte en onder het rooster in het putje terecht kwam. De jongens lichten dan de rooster, vlijden zich plat op de smerige keien en visten met langgerekte armen in het modderputje, wat men in die tijd al niet over had voor 1 cent. De gelukkige vinders trokken dan triomfantelijk naar het zeer geliefde snoepwinkeltje van Varijen op de westelijke hoek van het laantje, waar ze voor 1 cent meer konden uitzoeken. Ik dank u.